Ik sta nog altijd te shaken en we zijn nu inmiddels al een half uur verder. Kan je begrijpen waarom? Ja, ik heb de voorstelling zelf nog niet gezien, maar ik denk wel waarom. Omdat het de opening is, een apocalyps van hier tot in... ja, dat is gigantisch wat we hier weer uit een toverhoed toveren, of wat Studio 100 weer gemaakt heeft. En iedere keer gaan ze een stap verder. Hè. Voor ons is het ook nieuw, hè, want ik heb dat 10 jaar geleden inderdaad gespeeld, de dekker. Dus de figuur had ik al. Ik ben nu wel 57 en geen 47 meer. Dus ik voel dat wel om een... Als ik die trap op ga, dat voel ik wel. En je hebt ook je frieten meer, dus dat is ook al een voordeel? Toch al veel minder. Ja, veel minder. Moet wel. Maar ik ga weer 7 kilo, dat is mijn streefdoel. 10 jaar geleden was ik 7 kilo afgevallen van die warme pakken. En, het is nu weer zomer als we spelen, dus ik ga voor 7 kilo minder. Begin juli, zo goed zijn. Hè. Nee, maar het is fantastisch om hier terug te mogen zijn. En opnieuw een zeer ontroerend verhaal, want iedereen denkt spektakel, maar dat is het niet alleen. Het is ook heel veel pakkende muziek van Dirk Brossé. Fantastische collega-acteurs en actrices, een paar nieuwe namen en zo. Dus dat zijn ook mensen die, bijvoorbeeld Charlotte, ja, die speelt zo naturel, maar die heeft natuurlijk ook nog nooit gezongen. Dus dat is altijd voor haar een beetje spannend. Maar ze komt hier in een warm bad en we proberen haar goed op te vangen. En dat is een fantastische bende. En daar start het mee. Ik bedoel, als je goed in je vel zit met je ploeg. Ik zeg altijd tegen mijn soldaten, als we in die camion zitten, Marcus, we love each other. Hè. We love each other. Hè. We gaan ervoor. Hè. En dat is zo'n beetje teamgeest. Hè? Zou je een goeiende dekker zijn in het echte leger? Ja, ik heb in het leger gezeten. Ik was korporaal. Dat is net onder sergeant. Omdat ik gewoon een milicien was natuurlijk. En dan kun je niet hoger dan ofwel soldaat blijven ofwel korporaal. Dus ik had het geluk van korporaal te mogen worden. En dan moest ik geen wachten meer lopen. En dat vond ik fantastisch. Dan moest ik nog wel piketten doen. Maar ik moest meer buiten in de kou in de winter in het bos. Dus ik mocht achter een bureau zitten en fiches invullen. Vond ik wel interessant. En toen brachten ze ook nog frieten naar ons. Ja. Dat had ik wel geregeld met mijn ouders, van breng maar eens voor heel mijn peloton, voor 16 man frieten. Ja, dat was een goede tijd, in 86. Hoho. Ja, toen spraken de dieren nog, denk ik. Nee, maar dat was van, ik kan dat nu wel gebruiken natuurlijk, hè, want al die dingen die ik moet doen en die orders geven en zo, die moeten wel kloppen. Hè. En we hebben ook iemand we hebben een echte sergeant-majoor in onze midden, bij de figuranten. En die helpt ons wel. Iedere keer als we iets fout doen, komt hij wel zeggen van... Eigenlijk is het zo. Oké, dan doe ik het zo. Dus dat wel. Wat maakt dat deze musical zo echt de 10 topmusical is? Hè? Ik bedoel, er wordt inderdaad wat gezegd, topcast, topcrew. Maar ja, je moet het dan ook allemaal nog bedenken en uitvoeren. Hè? Ja, het verschil met de andere musicals is, iedere keer zeggen wij met een topcast en een topcrew en een topdecor en een topzaal en topmuziek. Dat is zo. Hè. We willen natuurlijk zoveel mogelijk mensen naar hier krijgen om dat verhaal te mogen spelen en lang te mogen spelen. Maar wat het verschil is met de vorige musicals is dat deze spektakelwaarde en ook de emotie, de liedjes van Dirk Brossé, het was ook onze eerste. Het verschil gaat enorm groot zijn met 10 jaar geleden. Omdat we toen nog niet over deze infrastructuur... toen hadden we dat nog niet. Dan hadden we alleen een tribune, dan een voor en een achter. En dat vonden we toen al magnifiek. Hè? Maar dit is... ik heb er ook een nieuwe song bij, Niemandsland, op het einde. Een heel pakkend nummer. En de tribune komt echt bijna tot om mijn zolen. Die komen zo dicht dat de tribunes kunnen komen. Ik heb denk ik 5 meter op 5 dat ik sta te zingen. En de mensen kruipen echt in mijn kop. Zo dicht. Dus dan kun je niet meer faken. Dat moeten zijn, dat moeten echt spelen. Dat moeten geloofwaardig, emotioneel dat nummer zingen. En dan denk ik wel dat er heel veel mensen het verschil gaan zien met 10 jaar geleden. Hoe onderscheid je Cour en Jardin in zo'n speelveld? Ja, dat is even, dat is natuurlijk het kopje bijhouden. Hè. We zitten nu in de fase, we hebben nu 3 weken en een half gerepeteerd. Dus eind van deze week hebben we een maand gerepeteerd. En hij staat bijna in elkaar. Hè. We zijn nog niet tot het einde geraakt. Dat zal voor vrijdag of denk ik zaterdag zijn. Zondag doen we doorloop. En dan begint dat echt waar, uw route kennen. Uw route uit uw hoofd leren. Weten van, ik ga nu af in de 4, ik ga nu doen 1. En daar heb ik 5 minuten om even te zitten, om te drinken. Oh, nu kan ik naar het toilet. Zo is dat. Dus eigenlijk, je speelt het verhaal op de scène, maar voor ons is dat 2. Dat is in 2 fouten, want we spelen ook onze route. Wij komen iedere avond dezelfde mensen tegen op hetzelfde moment in de voorstelling. Als dat niet is, is er iets fout gelopen. Wij weten ook van, nu komt die Letwal voorbij, want dat was gisteren ook zo. Komt die niet voorbij, dan hebben we mogelijk een showstop of iets anders. Dus dat is, ja,
op den duur speelde hij met een blinddoek op. Ja, het is dan inderdaad heel technisch ook. Wat horen jullie eigenlijk exact in jullie oortjes? Want jullie dragen ook oortjes, hè? Ja, dat zijn in-ears. Deze zijn drieweg in-ears. Die zijn op maat gemaakt. Ja, wij horen bij wat we natuurlijk moeten horen. Dat is het orkest, hè, de muziekband. We horen al onze collega's die in die scène zitten. Want anders kun je niet samenspelen. Wat we niet bijvoorbeeld horen, dat is de wind. Hè, de wind aan het front. Die hoeven wij niet te hebben. Als ik die nodig heb, vraag ik die en dan krijg ik die. Een blaffende hond op de achtergrond, die hebben we niet nodig om die scène te spelen. Dus, maar de belangrijkste dingen moeten we wel horen. We moeten in de maat kunnen blijven zingen. Zie dat er zo'n metronoom of zo meegaat? Nee. Je kunt dat. Je kunt een kliktrak vragen, maar dat werkt meestal storend. Ik luister liever naar de melodie dan dat ik moet naar een... Want dat is niet leuk. Dat is echt niet leuk. Dus ik probeer dat te vermijden. En in alle bekken toe, in Onlezorij, heb ik hem eruit laten zwieren. Ik word gek. En ik luister naar de muziek. En ik mag een beetje, in dat nummer bijvoorbeeld, mag ik een beetje skiën tussen de melodie. Hè, want dat moet niet echt op bepaalde momenten moden een beetje, want je zit te vechten en dit en dat. Maar je probeert toch wel wat in die richting te blijven van het tempo. Ja. Wat rest nu nog tot de finale? Wat rest er nog van voorbereiding en vooral voor uzelf ook? Wel, vanavond gaan we hernemen wat we gisteren namiddag gedaan hebben. Dat zijn 11 en 12. U zegt dat natuurlijk niks. Er zijn 14 scènes en een epiloog, als ik me niet vergis. Dus we zijn bijna aan het einde van de voorstelling. Dat wordt met werklicht ineengezet. Dat wordt zonder figuranten gedaan en zonder kinderen. In de namiddag met ons. Dan gaan we er nog eens door in showlicht. Zonder bommen. Zonder schieten en dan doen we met schieten en met bommen. Ik kan u voorstellen, of kan u verzekeren bedoel ik, dat begin dat je het straks gezien hebt, de eerste keer dat je dat repeteert, dan loopt het echt zo van, ik loop niet over een rooster. Hè, want ja, als je zo'n vlam van 2-3 meter op u krijgt, dan einde verhaal. Hè. Dus dat is even wel die show goed. Dus ik heb ook tegen de collega's gezegd, mannen, en vooral voor de nieuwe, zie dat, hè. Kijk dat, hè. Want er rijdt van alles. Hè. Camions, fietsers, mensen met karren. Als je zo'n kar tegen je dingen krijgt, dan gaat het licht uit. Hè. Dus je moet wel even het kopje erbij houden. En nog meer dan in Mechelen destijds. Ja. Tot slot, waarom moeten mensen, onnodige vraag, maar waarom moeten mensen zeker deze versie opnieuw gezien hebben? Of moeten ze ze gezien hebben? De mensen moeten zeker komen kijken naar de nieuwe versie van 1418, omdat het nog meer spektakelwaarde heeft. En alleen al omdat we in deze prachtige pop-up theater veel meer mogelijkheden hebben met techniek. Een nieuwe song voor de dekker, prachtige muziek van Dirk Brossé. En nog meer vuur en bommen en schieten en kanonnen. En ja, voor Sandrine en voor Niels en voor Charlotte Timmers. Want dat zijn mensen die hier nog niet gestaan hebben. Voor hen is dit een nieuwe arena. En dat is altijd wel spannend. En voor die mensen wat aan te moedigen. Hè. En ik hoop dat we dit in 25 ook nog kunnen spelen. Dus dat hangt van de ticketverkoop af natuurlijk. Hè. Alleen al daarvoor. Hè. Peter, we kijken er ongelooflijk naar uit. En heel veel succes. Bedankt. Hè.